Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent, MSI en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, de ISO Foris FS2735 Gaming Monitor. Welkom bij Hardware Info TV. ISO pitchte hem bij ons als de ultieme monitor voor gamers. En nadat we hem getest hebben, konden we het nog wel grotendeels met ze eens zijn ook. Het is de FS2735. Nou, het type nummer geeft dan al aan, 27 inch monitor. Correct, ja. Al aangekondigd op Gamescom vorig jaar, in augustus dus, maar het heeft even geduurd. Maar hij is nu eindelijk 27 inch, WQHD en, waar velen op zaten te wachten, een IPS-paneel. Wat dus betekent een goede kleurechtheid en goede kijkhoeken. Ja, en alleen het traditionele nadeel van een IPS-paneel is natuurlijk over het algemeen dat de snelheid, de responstijd wat tegenvalt. En dat is natuurlijk wat gamers nog veel belangrijker vinden dan goede beeldkwaliteit. En daarnaast de holy grail van monitoren is om IPS te combineren met wel goede snelheid. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar al een aantal modellen gezien die een paneel gebruiken. Dat heel aardig bewerkstelligt. Van Acer is er een geweest, Asus heeft er een laten zien. Deze maakt niet geheel toevallig gebruik van hetzelfde paneel. Dat is eigenlijk een AHVA-paneel van AU Optronics. Ja, maar ze noemen het IPS omdat dat gewoon de bekende term is voor betere kleur. Exact. Dat is dus inderdaad een snel paneel, maar het is niet zo snel als TN. Dus je kan je afvragen hoe erg dat is. Ik zeg, dat is helemaal niet erg, want het is snel genoeg om het aantal beelden per seconde wat die moet weergeven te laten zien. Ja, zullen we daar ook wel zien als we naar de testresultaten gaan kijken? Exact. Maar goed, het is dus in dat opzicht vergelijkbaar met wat op de markt is. Maar ISO die heeft natuurlijk, ISO zijnde, alles aangedaan om er echt wat bijzonders van te maken. Ja. En ja, dat is denk ik heel erg goed gelukt. Ja, nou, al die bijzondere, veel van die bijzondere aspecten zijn op het vlak van software. Daar gaan we zo naar kijken. Laten we heel even bij de hardware blijven. Gaming schermen tegenwoordig, als je dan wil meespelen, dan moet je of NVIDIA G-Sync of AMD FreeSync doen. En deze valt in de tweede categorie, een FreeSync scherm. Ja, correct. Het heeft zelfs een heel bijzondere FreeSync implementatie, want het is er in twee standen. Je hebt een low FreeSync versie en die werkt van 30 tot 90 hertz. En een high en die werkt van 56 tot 144 hertz. Dat is een beetje een gekke oplossing. Ja. Volgens ISO hebben ze dat zo gedaan, omdat op het moment dat zij bezig waren met de ontwikkeling van deze monitor, waren er AMD-videokaarten in het instapsegment die problemen met G-Sync vertoonden bij een ongelimiteerde range. Dus daarom hebben ze expres het in twee stappen gedaan. Blijkbaar schijnt dat inmiddels opgelost te zijn via de driver van AMD. Ja. Alleen het kon niet meer aangepast worden in de monitor. Wat ook bijzonder is, is dat de FreeSync weggestopt zit in een admin-menu waar je niet zomaar in komt. Standaard staat het uit en het lijkt erop dat ISO zegt van, nou, we hebben die sync-mogelijkheid. Zoals je zegt, je bent het een beetje aan je stand verplicht als je een gaming monitor maakt. Maar we vinden het eigenlijk niet zo belangrijk, want in het hoofdmenu zit iets wat minstens zo leuk is voor gamers die graag soepel mooi beeld willen. En dat is anti-motion blur. Ja. En sowieso, over die anti-motion blur gaan we zo door, maar wij zijn het überhaupt nog wel met ze eens. Want we hebben in al onze tests van zowel NVIDIA G-Sync als AMD FreeSync iedere keer weer mogen concluderen, als je sowieso al een 120 of 144 hertz scherm hebt, maakt eigenlijk dat verschil tussen FreeSync aan of uit, maakt niet meer zoveel uit. Bij 60 hertz is het, ik zou bijna zeggen, een wereld van verschil. En bij 120 of 144 hertz is het een Pepsi Challenge die bijna niet te doen is. Ja, het is dan echt een beetje de kers op de slagroomtaart. Je tearing die is er wel, maar die is veel minder zichtbaar. Ja. Je kan eventueel V-Sync aanzetten en dan kun je nog steeds schakelen tussen meer frequenties dan bij 60 hertz, waardoor het eigenlijk ook niet zo'n probleem meer is. Dus ja, het is mooi meegenomen, maar ik zou niet zeggen dat dat de primaire reden moet zijn om een monitor te kopen op dit moment. Ja, voor de rest is het een luxe scherm. Dat betekent natuurlijk alle denkbare aansluitingen, DisplayPort, HDMI en zo verder. Ja, inderdaad. Twee keer HDMI, DisplayPort, DVI. USB 3.0 hub met twee poorten zit erop, audio in- en uitgangen, speakers ingebouwd, alles erop en aan wat je maar wil. Misschien nog wel heel aardig om even te melden voordat we gaan kijken naar wat hij nog meer kan, is die anti-motion blur. Want de liefhebbers van ISO weten dat de vorige topmodel, de FG2421, die had de zogenaamde 240 hertz modus, waarbij dus het beeld werd verdubbeld en dat tweede frame, dat werd zwart gemaakt. Om op die manier dus de overgang tussen beelden natuurlijker te maken. Een beetje vergelijkbaar met hoe een beeldbuismonitor werkt. Ja. Nou, deze monitor heeft niet meer die frameverdubbelaar, maar die kan wel in die anti-motion blur modus de backlight laten knipperen synchroon met de aangeleverde beelden.
werkt uiteraard niet samen met een FreeSync modus. Want dan valt de framerate niet meer te voorspellen. Ja. Moet zeggen, dat werkt in de praktijk heel erg goed. In de basis betekent dat dus dat als het beeld net even veranderd wordt, dat de backlight even uitgaat en daarna weer aan, waardoor je die verandering dus eigenlijk minder ziet. Ja, exact. Een LCD-beeldscherm werkt natuurlijk in principe zo dat het beeld wordt getoond tot het volgende beeld wordt vertoond. Daardoor heb je altijd een abrupte overgang van die pixels. Dat heb je bij een CRT-beeldbuis niet, want daar wordt steeds lijn voor lijn opgebouwd. Die doven ook meteen weer uit en dat geeft een natuurlijke overgang. Als het ware bedenken je hersenen die overgang erbij. Dat is echter niet het geval met LCD. En ja, dat knippen van het beeld of black frame insertion, dat zorgt ervoor dat je toch die natuurlijke ervaring krijgt. En dat is in de praktijk zeker merkbaar. En voor de duidelijkheid, dat het licht knippert, daar merk je dan weer niks van. Nee, want dat gaat met 120 keer per seconde. Dus dat is voor de meeste mensen niet merkbaar. Ja. Heb je er wel last van, je kan het uitzetten. Nou, we zeiden al dat de meest bijzondere extra features zitten in de softwarelaag. En dan zien we hier links niet heel bijzonder een OSD. En rechts iets meer bijzonder een Windows configuratiescherm en zelfs een app. Ja, nou laten we links beginnen. Daar zie je namelijk in dat inderdaad nogal Spartaans vormgegeven OSD. Ja. Iets staan wat je eigenlijk nooit ziet bij monitoren, maar wat wel een tipje van de sluier hier al oplicht. En dat is Bluetooth. ISO heeft in deze monitor Bluetooth verbinding ingebouwd, zodat je dus met een tablet of een smartphone verbinding kan maken met een app. Waardoor je het hele menu ook kan bedienen vanaf je smartphone en nog een paar andere leuke dingen kan doen. Ja. En dus sowieso dat kan, maar ook vanuit Windows. En dat is niet meer helemaal uniek. Dat doen tegenwoordig meer fabrikanten. Maar dat het niet uniek is, maakt het niet minder briljant. Want we hebben het daar vaak genoeg over. Monitoren bestaan al tientallen jaren. Maar die OSD's zijn nog altijd even onwerkbaar als vroeger. En als je dingen als contrast of helderheid of wat dan ook wil aanpassen, is dat gewoon met zo'n Windows-programma toch een heel stuk prettiger dan met die knopjes waarvan je nooit begrijpt wat ze precies doen. Ja, exact. Nou, we zien dat inderdaad vaker terug. Dat is tot dusver meestal bij zakelijke monitoren. ISO die kan dat natuurlijk ook en die hebben hiervoor hun G-Ignition software ontwikkeld. Die hadden ze al een tijdje. Dat was er ook voor hun eerdere modellen. Er is nu een nieuwe versie uitgebracht voor dit scherm. En daarmee kun je dus eigenlijk alle instellingen van het beeldscherm bedienen vanuit Windows. Dat betekent niet alleen dat je al individuele dingen kan aanpassen, maar je kan ook de verschillende gebruiksmodi aanpassen. Dus je hebt 6 door de gebruiker te definiëren modi, die je bijvoorbeeld kan koppelen aan verschillende games. Je hebt sRGB, je hebt een paper modus die rustiger voor je ogen moet zijn. En het aardige is dus dat je kan zeggen van ik wil op het moment dat ik een bepaald programma opstart meteen die modus laden. Dus als ik zeg ik ga Photoshoppen of ik ga webbrowsen, dan zet ik een sRGB. Ik ga Call of Duty spelen, dan heb ik daar een speciaal profiel voor en dan laat hij die. En dat gaat eigenlijk volledig transparant. Dat configureer je één keer en dat schakelt automatisch en dat is erg leuk. Ja, en dan juist voor games gaan ze dan inderdaad nog wel een stapje verder, want daar is deze monitor dus op gericht. De grap is natuurlijk bij gamers is het niet zozeer dat de pro-gamers ervoor willen zorgen dat het beeld zo mooi mogelijk is. Ze willen vaak het beeld juist aanpassen dat ze de game zo goed mogelijk kunnen spelen en zeg maar de kans op winnen zo groot mogelijk is. Ja. En die instellingen, dat kan een beetje per game verschillen. Bij de een wil je wellicht meer contrast, bij de ander wil je wat meer wat anders. En dat kun je dus zo makkelijk configureren. En zorgen dat het altijd aan je game gekoppeld is. Ja, precies. Je ziet bij veel gaming monitoren dat er extra functies in zitten om bijvoorbeeld zwart minder zwart te maken, zodat je daar meer details in kan zien. Nou, ISO heeft dat ook heel mooi geïmplementeerd. Die hebben dat ook nog eens een keer voor hele heldere delen gedaan. Dat kan ook nog eens een keer dynamisch. Dus dat gaat wel wat verder dan je bij veel andere merken ziet. Maar daarnaast kun je ook nog eens een keertje dat in die gebruikersprofielen definiëren hoe je dat wil. En dat kun je ook nog eens een keer per game doen. Nou, je hebt 6 profielen, zei ik al. Heb je nou 6 tegen games? Nou, de meeste mensen zullen dat niet doen, maar het kan. Dan kun je de profielen ook lokaal opslaan en vervolgens in je monitor laden. Maar wat ook kan, is dat je ze opslaat bij ISO in de cloud en dan deelt met andere gebruikers. En wat ISO tenslotte ook doet, je hebt natuurlijk een paar gaming teams gesponsord. En die gaming teams die stellen hun instellingen van hun ISO beeldscherm ook weer ter beschikking. Dus als jij CSGO instellingen wil van een pro-speler, dan kan dat. Ja, en dan kun je dus eigenlijk exact zien waar die pro-spelers, welke instellingen die gebruiken om zo goed mogelijk te presteren. Exact. En die kun je dus niet alleen via die Windows software in je monitor laden, maar ook nog eens een keer via de app. Dus je hoeft in principe de game niet eens uit. Ja. En ja, dat is toch wel heel erg mooi. En dan is juist die app handig, want als je naar het app hoort, denk je van hier probeert een bedrijf heel hip te doen en anno 2016 zeg maar met de meute mee te gaan. Maar het is nou exact wat je zegt, de game draait.
En dan kun je, terwijl je aan het gamen bent, alsnog die instellingen veranderen zonder dat je terug hoeft naar Windows of dat kansloze OSD-menu moet gaan gebruiken. Ja, precies. Je kan nog twee dingen extra doen met die app. Je kan bijvoorbeeld ook de input wisselen. Dat kan uiteraard niet vanaf de desktop, maar als je meerdere PC's hebt verbonden, kun je met die app schakelen tussen die inputs. En wat ook nog kan, is dat de app notificaties kan doorgeven die op je telefoon binnenkomen. Dus als jij gebeld wordt, dan hoef je niet meer naar je telefoon te kijken, maar je krijgt een icoontje in beeld van, hey, je wordt gebeld. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een beetje een gimmick. Want als je daar wat mee wil doen, dan zou je alsnog die telefoon moeten oppakken en ben je dus uit je game. Ja. En of je nou echt je WhatsApp en Facebook notificaties, dat je dat wil weten terwijl jij midden in je fragfest zit, ik weet het niet. Maar je ziet wel dat die app voor de rest echt nuttige dingen doet. En het is dus zeker niet alleen maar om mee te doen in de app-hype, die denk ik inmiddels wel over is. Maar ja, het voegt echt wel wat toe. Ja. Kritiekpunt is er ook helaas. De app is niet heel erg snel. Iedere keer als je iets doet, dan moet je echt een seconde of 5 à 10 wachten voordat dat is verwerkt. Ja. Dat zal aan die Bluetooth-verbinding liggen, de manier waarop die firmware van die monitor communiceert. Ik moet zeggen, dat hoeft niet noodzakelijkwijs in de app te liggen, maar waar de vertraging ligt, dat is natuurlijk niet de zaken doen. Dat die er is, dat is vervelend. Dat is inderdaad wat minder. Maar ja, al met al is het wel heel erg mooi en compleet. Ja. Nou, we hebben het scherm uiteraard ook uitgebreid getest. Onze complete monitortestprocedure laten doorlopen. Hier even mee beginnen. Hier zien we zaken als kleurenechtheid en dan links de kleurruimte die mogelijk is. Volledig sRGB wordt beloofd, maakt ook wel zo'n beetje waar. En dat zien we aan het bekende diagram met de bolletjes en de vierkantjes. Ja, hij maakt volledig sRGB meer dan waar. In de standaardmodus geeft hij zelfs 114% weer, maar dan heb je dus licht oververzadigde kleuren. In de sRGB-modus die we hier even laten zien, zie je dat hij dat ook gewoon keurig kan weergeven. We hebben het over een afwijking lager dan 2, 1,9 meten we volgens de moderne CIE 2000. Normering, dat is een heel erg goed resultaat. We zien rechts ook de grijswaarde en de gamma, die zijn nagenoeg perfect. Ja, want voor die zogenaamde delta E-waarde is, wat dus een kleurafwijking betekent, zeggen we altijd als het lager dan 3 is, zien het gewoon niet. En dat is ook een duidelijk verhaal. Die gele lijn staat op 3 en de kleurafwijking van de grijswaarde is dus op alle vlakken onder die 3. Komt uit op minder dan 2 ook. En dat is vrij uitzonderlijk, want veel monitoren die hebben tegenwoordig wel een redelijk goed ingeregelde kleurregeling, maar de grijswaarde en gamma zijn een stuk minder. Dat zien we ook bij die concurrenten die we al noemden van Asus en Acer. Ja. Die zijn qua kleurweergave best goed. Qua grijsweergave wordt het dan toch wel eventjes een stukje minder. Ja. Dus het is op zich wel aardig dat een scherm wat eigenlijk alles in zich heeft om kleuren te verhaspelen, om maar die game zo goed mogelijk te laten zien en zoveel mogelijk voordelen te bieden, ook gewoon heel erg goede kleurweergave biedt. Ja. Ook de kijkhoeken zijn bijvoorbeeld echt uitstekend. Ja. Dan hebben wij tegenwoordig een nieuwe test om te bekijken of er een discrepantie zit in de helderheid als je op meerdere punten kijkt. Of bijvoorbeeld een linkeronderhoek lichter is dan een rechterbovenhoek of andersom. Daar zien we toch nog wel wat verschillen. Linksboven zien we onze metingen voor wit, rechtsboven onze metingen voor zwart en linksonder wat dat als contrast voor gevolg heeft. Ja, dit is inderdaad een voorbeeld van onze in beta zijnde nieuwe testopstelling die we binnenkort hopelijk gaan introduceren. We deden altijd al een meting op meerdere vlakken van het scherm, alleen daar kwam eigenlijk een relatief beperkte hoeveelheid data uit en dat kunnen we nu veel gedetailleerder weergeven. Ja. Als je dit nu zo ziet, dan denk je misschien van, goh, dat varieert wel heel erg, maar de praktijk is eigenlijk is dit best goed, want we meten op wit een helderheidsuniformiteit van 82%. Dat is zeg maar het verschil tussen het helderste en het minst heldere deel. En dat is helemaal niet slecht. Ja. Het contrast wordt ook voornamelijk beïnvloed door het zwart. Want daar merken we toch een wat groter verschil. Het donkerste is hier linksonder, daar meten we 0,26. Het licht rechtsonder, hoe dat komt, misschien iets van backlight bleeding, dat weten we niet. Maar juist dat grotere verschil in zwart maakt het grote verschil in contrast dat we linksonder berekenen. Dit is natuurlijk een gecalibreerd scherm. Dat heeft altijd invloed op helderheid en contrast. ISO zegt het zelf ook, die hebben er min of meer voor gekozen om het zwart waarde wat hoger te laten. Dus in het midden van het scherm is het ook, zoals je kan zien, 0,53. Dat is kandelen per vierkante meter. Voor de volledigheid, dat is toch wat hoger dan meestal zien, ook bij IPS. Betekent dat als je in een donkere ruimte zit, dan is dit scherm wat grijzer dan je misschien zou wensen. Aan de andere kant is het contrast overwegend prima. Het zal altijd lager zijn dan die 1000 staat tot 1, omdat het gecalibreerd is. Ja. Maar dat is ook niet nodig.
Ja, ja. Contrast 500 tot 1 is prima, zeker bij een gekalibreerd scherm. Ja. Dat zien we ook rechtsonder, daar zien we de delta-E-waardes en die zijn gewoon bijzonder laag. Ja. Dus in de praktijk ga je hier niet heel veel van merken. En dan het zorgenpunt van gamers die denken van ja, ik moet een TN-scherm hebben, want dat is snel. En zo'n IPS of eigenlijk een AHVA kan dat wel. We zien links de reactietijd die we hebben gemeten, ofwel hoe lang duurde het in die bovenste om van een zwarte pixel naar wit en weer terug naar zwart te gaan. En onder 20-80-20, ofwel van donkergrijs naar lichtgrijs en weer terug naar donkergrijs. Ja, ja, we laten natuurlijk altijd een dubbele transitie zien in onze grafiek, omdat sommige schermen de rise sneller doen, andere doen de fall sneller. Nou ja, op deze manier kun je makkelijk vergelijken. We hebben ook altijd de deelwaardes bij de productpagina, daar kun je dat nakijken. Maar ja, feitelijk is de helft van deze tijd is al voldoende voor een pixelwisseling tussen twee frames. Ja. Nou, dan is 10,7 milliseconden gewoon ruim voldoende. Je ziet ook dat dat in lijn is met de andere IPS-modellen in deze grafieken, want dat zijn niet heel toevallig de modellen die eronder staan. Nou, ja, dus die transitie van 0 naar 100 naar 0 is sowieso niet heel boeiend, want hoe vaak ga je nou van zwart naar wit naar zwart? Ja. 20-80-20 transities wat dat betreft aanzienlijk lastiger. En daar is ook waar je overdrive nodig gaat hebben. Nou zien we dat de optimale overdrive stand linksonder van het ISO-scherm, dat is de maximale stand, die heet de enhanced stand. Maar dan zie je dat die behoorlijk snel eruit komt. En ik bedoel, met zo'n waarde 8,3, dus nogmaals van heen en terug. Dus dan zou je zeggen 4 en een beetje voor één wisseling. Dat is toch echt gewoon voor de meest veel eisende gamer gewoon snel genoeg. Ja, het is zeker. En als je bedenkt dat om 144 beelden per seconde weer te geven is 7,9 milliseconden noodzakelijk. Ja. Nou, dat redt hij makkelijk. Dus het is ook belangrijk dat niet alleen maar die transitie snel gaat, maar ook nog eens een keer dat dat niet te geforceerd gaat, want als je dat doet, dan krijg je last van overshoot of undershoot. Dat betekent dat er een te hoog voltage door die pixel wordt gejaagd en dan in concreet betekent dat hij hem heel even te licht maakt of juist te donker, omdat hij schiet zijn doelwaarde voorbij en moet dan weer terugvallen. Nou ja, ja, dat kan heel effectief zijn, maar als je bijvoorbeeld kijkt bij de Dell-scherm onderaan in die overshoot-grafiek, dan heeft 35% overshoot en dan ga je zien in je weergave, dan ga je witte randen zien rondom bewegende objecten. Dat is omdat die pixels iedere keer naar wit gaan en dan terugvallen. Ja. Dus dat wil je ook niet. Nou zien we dat de ISO het op een redelijk behoorlijke 9% heeft weten te houden. Ja, Acer die zat daar in de buurt en Asus weet het nog lager te houden. Maar Asus heeft in de PG279Q een ander paneel gebruikt. Ja. Wat waarschijnlijk nog duurder is. Want die monitor is de enige die qua prijs een beetje vergelijkbaar is met deze ISO. Ja, nou prijs nog heel even vasthouden. Want tenslotte nog even de grafieken van input lag. Daar kan ik heel kort over zijn. Die is er gewoon niet. Klaar. Dus wat dat betreft ook daar geen zorgen. De prijs, het staat een merk ISO op. Dan weet je al één ding voorbaat. Goedkoop is je niet. Ja, inderdaad. Nou, €1099 is de adviesprijs. En in de winkel ga je hem niet heel veel goedkoper dan dat vinden. En dat is echt een heleboel geld. Ik noemde de ISO PG279Q al even. Dat is een, de Asus. De Asus PG279Q al even. Dat is ook een IPS-scherm met net iets ander paneel. Ook van AE Optronics, ook WQHD, ook 144 Hz. Met G-Sync ingebouwd. En een mogelijkheid om het te overklokken naar 165 Hz. Ja. Dat laatste vind ik niet bijzonder nuttig. Maar die kost iets van €830-850. Nou ja, wat krijg je dan bij ISO? Hè? Laten we het even naast elkaar zitten. ISO geeft je die Bluetooth, die mogelijkheid om al die profielen uit te wisselen en te bewaren. Nog betere kleur- en grijsweergave en 5 jaar garantie. Ja. Dan wordt het een afweging, vind je dat waard of niet? Het is toch een paar €100 meer. Van de andere kant, als je naar de marktaandelen van videokaarten kijkt, is de kans dat je als koper een Nvidia-kaart hebt op dit moment wat groter dan een AMD-kaart. Exact. En dan of je G-Sync of FreeSync nou wel of niet belangrijk vindt, de kans dat je wat met G-Sync kunt doen is groter dan de kans dat je wat met FreeSync kunt doen. Op dit moment is dat zeker het geval. Aan de andere kant, een monitor koop je niet voor de komende 2 jaar, maar waarschijnlijk voor de komende 5 of 7 jaar. En als ik zo'n beetje kijk naar wat lezers me af en toe vertellen, dan denk ik dat ze ermee doen voor 15 jaar. Ja. Intel heeft natuurlijk gezegd dat ze in hun volgende chipsets FreeSync gaan ondersteunen. Het kan best zijn dat de markt over 2 jaar iets anders is. En dat je dan denkt van, ja, ik heb wel G-Sync gekocht, maar ben ik daar nou zo blij mee? Dat is koffiedik kijken. Ja. Maar ik vind niet dat je kan zeggen dat G-Sync echt een enorm voordeel is boven FreeSync. Juist om die reden, we weten gewoon niet wat het gaat worden. Ja. Onder de streep, je betaalt een meerprijs, maar je krijgt er ook het een en ander voor terug. Dus ja, wil je het beste van het beste, dan kom je uit bij het scherm van Asus of bij dit scherm van ISO. En in die zin is het
ja, heb je de keus, dat is mooi. Ja. Maar het is zeker een aanrader. Duidelijk. Tot zover Hard Even TV voor vandaag. Wij zijn er iedere vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Stellen welke kleur de verlichting heeft en daar ook allemaal allerhande hippe effectjes mee kan doen. Precies. En dat gaat nu dus ook naar die desktop. Exact, dat kun je dankzij NZXT nu heel makkelijk inbouwen als je dus...